ergens tegenaan. Hoi, ram, stier, tweelingen en kreeft. Welkom bij je tarot reading, je voorspelling voor de komende 2 weken. Mijn naam is Annemiek met 2 A's, Annemiek nu. Welkom. Ik ga bordjes ophouden voor het sterrenbeeld dat volgens dan aan de beurt is. En blijkbaar begin ik met kreeft. Welkom, kreeft. En de rest kan gaan scrollen tot hij zijn of haar sterrenbeeld ziet. Oké. Okay. Ik ga beginnen met een deck voor jou, kreeft. Wat ik in India heb gekocht. 30 jaar geleden. 2 keer geweest. Half jaar. En volgens mij is dit ook ongeveer het enige wat ik nog zo weet dat ik daarvan heb. Nee, is niet waar. Oh nee, dat is helemaal niet waar wat ik nu zeg. Oh, wat mooi, wat gaaf. Kijk eens even. Het hart dat zich gaat ontvouwen. Heel simpel kaartje. Heel simpele symboliek. Maar oh, wat waar. Oh, wat waar. Oh, wat waar. Mag ik stoppen nu? Is toch mooi? Komende 2 weken. Je hart dat open gaat. Trek toch? Klaar. Nee. Waar gaat dit over? Je hart gaat open. Je hart gaat open, want je ziet iemand. Kelken schildknaap. Die je heel erg leuk... Heel, hoor je dat? Heel erg leuk vindt. Ik voel me nu giechelig. Ik voel me een beetje verlegen. Verlegen? Ik ben heel blij. Als je bij een healing komt. Als je bij mij voor een healing komt. Dan zeg ik vaak, er zijn 2 lichamen. Dat van jou en dat van mij. Om jouw systeem schoon te maken. Dus ik voel hoe jij in elkaar zit, hoe het met je gaat en alles wat jou is overkomen en zo, alles wat je weet, wat je voelt. En dat gebeurt hier ook, gelukkig in mindere mate. Het is alsnog ook wel vermoeiend voor me om dit te doen, maar wel minder. En ik voelde me dus heel erg blij en lenteachtig, weet je? Vandaar al die bloemetjes op mijn lijf. Dit is echt... Je gaat zo iemand adoreren. Of iets adoreren. Misschien is het wel iets wat je, dat je verliefd op een auto gaat worden. Zoiets. Of opnieuw verliefd op je tuin. Op je tuin bijvoorbeeld. Maar je gaat je echt verliefd voelen. En ik blijf maar giechelen en blij zijn. Dat is toch wel een van de gaafste readingen die ik ooit gemaakt heb. Wat leuk. En zeker voor kreeft. Ja. Het is echt iets of iemand. Iemand, laten we daar maar van uitgaan. Wat je zo gaaf vindt. Je andere kaart erbij. Ja, kijk nou toch eens. Nog een boer erbij. Je ziet diegene echt als een geschenk. Je ziet diegene... Diegene is een geschenk voor jou. Al is het natuurlijk alleen maar hoe je je voelt bij diegene. Ik ga er ook harder van praten, hoor je dat? Je durft je meer te laten zien. Want je ziet dat diegene jou mag. Je ziet dat diegene oprecht jou leuk vindt. Oprecht van je houdt, misschien zelfs wel. Ik weet niet welke fase van de date je zit of waar dit om gaat. Misschien gaat het om je vaste partner, hè? Kan heel erg goed zijn. Ja, dit is... En je hebt helemaal nergens last van, hè? Dit is iemand die helemaal nergens last van heeft. Er wordt altijd gezegd, het gaat om iemand die jong is, jonger is. Hoeft niet zo te zijn, maar je gaat je wel jong voelen. Nee, moet je nou toch eens kijken, wat een super, super gave, kan je dat zo? Super gave combinatie dit is. Er hoeft helemaal niets, geen moeilijke dingen te gebeuren. Je hebt je dingen geleerd van vorige relaties bijvoorbeeld, als dit om een nieuwe relatie gaat. Of van vorige keren dat je gedate hebt. Je voelt je gewoon helemaal...
zelfverzekerd in dit. En misschien zeg ik, ik zit helemaal niet te wachten op iemand anders. Ik ben al 500 jaar gelukkig getrouwd. Maar dan nog, misschien dat er een kind geboren gaat worden. Weet je, en dat je die helemaal, dat je daardoor helemaal je hart open gaat. Dat daardoor helemaal je hart open gaat. Oh, hemeltje. En toen trok ik deze. Je laat de kans om er iets mee te beginnen. Iets met die persoon te beginnen. Of je te verbinden met die persoon. Of situatie. Of auto, weet ik veel. Je laat het langs je heen gaan. Je gaat een beetje van... onverschillig. Je gaat apathisch zijn. WTF. Waar gaat dat in hemelsnaam over? Je gaat apathisch reageren. Zo van... nee. Kelke 4. Ik wil even een verklarende kaart bij hoor. Waarom zou je dat doen? Dit zijn allemaal verschillende stappen. Komende 2 weken ga je in een van die stappen... komen en gaat er dus een vervolg op zijn. Het is dus een heel proces. Het gave is, je hart gaat open. Maar in eerste instantie zeg je... Nee, zoals ik al zei... Ja, wat moet ik er nou mee? Ik ben al 500 jaar, 800 jaar getrouwd en... kan niet, 80 jaar dan. Oké, getrouwd en vind ik helemaal best en dat hoeft niet. Maar dan nog. Je staat soms wel eens... in je relatie, zoals deze meneer hier op de kantelen van zijn kasteel staat, te kijken naar de wereld. Wat heeft de rest van de wereld te bieden? Weet je, wat is er nog meer mogelijk? Wat, ja, dat. Er wordt een besluit van je gevraagd. Een besluit. Ga je met diegene mee? Of datgene? Ga je mee of niet? De andere kaart die ik daarbij had, vind ik mega interessant. Want dit zijn dus 2 boeren, 2 schildknapen. En dit is de ridder. De ridder is, mocht je van hiërarchie willen spreken, is iets verder in zijn ontwikkeling dan dat een boer dat is. Deze is meer moedig dan deze. Deze is meer vaillant. Deze is meer galant. Deze is meer hoofs. Dan dat deze zijn. Ik zei ook het woord boer. Dat is dus niet voor niets. Weet je? Dus de energie van... Je wilt dit niet. Want er is iets aan die persoon. Of aan die situatie nogmaals. Maar er is iets aan wat je maar... Nou ja, dit. Weet je? Dit. Kelke 4. Van... Ja, zo iemand... nou, dat ken ik wel hoor. Dat is iemand die... misschien ontmoet je hem terwijl die een beetje aangeschoten is. Of terwijl die... wijntje in zijn hand heeft staan, waardoor je denkt, oh nee, weer zo'n dronkenlap, die hoef ik niet. Dat is nogal een oordeel, als je iemand 1 keertje ziet en met alcohol bezig zijn. Maar je laat het dus voorbij gaan, maar, wacht even, er zit een bruggetje tussen hoor. Ik heb hier... Deze sprong er echt uit. Maar je weet ergens dat je iets mist in je leven. Er is een bepaalde structuur die je hebt of die je niet hebt. En je wil dat graag anders hebben. Je wil graag uit je hoofd en meer in je gevoel komen. Of misschien wil je juist wel meer uit je gevoel en meer in je hoofd komen. Dat kan natuurlijk ook. Weet je, ik weet niet of ik hem zo of zo voor je moet lezen. Maar... En wat deze persoon jou geeft, is dus niet dat wat jij wil. Is dus niet van hoofd naar hart of van structuur naar chaos of van chaos naar structuur. Of juist dat je iemand wil, of je leven wat meer stugger wil hebben, wat meer onder controle wil hebben. Of dat het juist wat speelser mag zijn, dat het wat meer creatief mag zijn. Dat wil je niet. Dus in eerste instantie, je denkt dat deze persoon... Of die situatie, dat die auto, weet ik wat, dat die ook zo is. Dat die, misschien heeft die auto, denk jij, een bepaalde uitstraling die, ja, dat jou niet ten goede komt. Dat je er dan uitziet als iemand die chaotisch is. Of iemand die alleen maar met het gevoel bezig is. Of iemand die juist alleen maar in het hoofd zit. Maar als jij dan vragen gaat stellen. Als jij gaat praten.
over. Ha, ik dacht eigenlijk dat ik zou gaan zeggen met diegene, maar nog niet, zoals ik al zei. Dit is een stappenplan. Stappenplan, staaf 2. Je gaat vragen stellen over die persoon. Je gaat mensen ontmoeten. Je gaat vragen stellen over die... Kijk, mijn blijdschap komt weer terug. En mijn gegiegel ook. Je gaat vragen stellen. En Zwaarden Ridder gaat erover dat die communicatie verandering brengt. Dus je gaat diegene toch eigenlijk wel heel erg leuk vinden. En het hoeft niet eens te betekenen, volgens mij wil ik nog wel een kaart oppakken hoor. Maar dat je er ook iets mee gaat beginnen. Dat je er ook iets mee gaat doen. Dat je die auto waar je verliefd op bent ook inderdaad gaat kopen. Of dat je daar ook mee gaat rondrijden in jouw dorp. Of in de stad of op vakantie of wat dan ook. Dat wil ik nog helemaal niet zeggen. Maar wat het wel doet, ook al ga je er dus niet in mee. Is dat dat hart open gaat. Of in elk geval, dat is de subtitel hier zo, even lezen hoor. Flowering of Human Potentiality. Dat je gaat merken, wauw, wat kan ik als mens van iemand houden zeg. Wat kan ik als mens giechelen zeg. Wat kan ik als mens blij zijn zeg. Wat kan ik het leuk hebben. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het leven lijden was, dat het pijn was en dat ik pijn moest hebben. En ik wist niet dat ik me zo goed kon voelen. En dat het dus ook nog oké is, ook dat ik me zo voel. Nogmaals, je hoeft er niets mee. Maar, ga je er iets mee doen? Nee, al mijn dek. Ga je er iets mee doen? Kreeft. Kreeft. Ga je er iets mee doen? Oké. Dit is voor de lange, lange, langere termijn. Ja? Dit is iets wat, als ik het tijd zou moeten zeggen, ik zie zonnebloemen. Dus dit is pas september of zoiets. Want er hangen er al een paar, vandaar. Dit is wel een heel proces dus. Maar dat gezegd hebbende, neem het risico. Come to the edge. Kom naar het randje. Laat je maar vallen. Zie al die hartjes? Laat je maar vallen. Ga maar als een idioot verliefd worden. Dat idiote gedrag, dat idiote gevoel, daar ga je happy van worden. Want het zal zo anders zijn dat je hart dus een shock krijgt, maar een goede shock. Snap je? Deze persoon of dit, misschien is het een film. Misschien is het een film die je ziet. Waardoor je, dit alles. Dus ga er wel op reageren. Die aanzet, die inspiratie, die motivatie die je krijgt door die persoon, door dat ding, door dat product, door wat je wil kopen, door die film of wat dan ook. Boek, ga wel iets doen met dat verliefde gevoel. Je hebt het niet voor niets namelijk. Dat je die persoon moest ontmoeten, staat in de sterren. Het staat in de sterren. Het hoort bij je lot, zou je kunnen zeggen. Dus allicht is het ook wel een blijver. Mocht het om een persoon gaan. Echter, ik had de regenboog op de kop. Dus uiteindelijk is dit niet iemand met wie jij, denk ik, heel erg lang zou willen relateren. Mocht het om persoon gaan, ja... Maar kijk, heb ik toch weer dit. Het is zo goed voor jou om wel met die persoon om te gaan. Want hij leert jou om uit die afstandelijkheid, uit die kou te komen. Uit het altijd maar in je hoofd zitten, te willen komen. Weet je, er is iets anders dan je gevoel gebruiken en je geliefd voelen. Dan je intuïtie gebruiken en je beter voelen omdat je wijs bent. Dit is belangrijk voor jou. Deze fase, tot en met dat de zonnebloemen gaan hangen, is dit een belangrijke fase voor je. Belangrijk om dus met die boer mee te gaan, met die schildknaap mee te gaan. Want je zal dus merken dat het helemaal geen boer is. Dat hij wel degelijk
goed opgeleid is of zijn vak goed verstaat, sympathiek is, meelevend is, begripvol is. Dat hij goed stevig staat. Dat hij er voor je kan zijn, dat hij degelijk is, dat hij heel erg blij is. Nou, wat dan ook, Kreeft, wat dan ook. Het is fantastisch. Het is, je gaat je verliefder voelen of knetterverliefd zijn. En het zal anders voor je zijn dan ooit. Je hart mag open. Lieverd, wat fijn voor je. Gefeliciteerd. Dankjewel voor het kijken. Waardeer ik enorm. Dank je voor het liken, voor het abonneren. Zet ook het alarmpje aan, zodat je een melding krijgt als ik weer wat post. Want ik ben behoorlijk onregelmatig. Ik was nu onregelmatig, mocht je me nog willen zien en anders. Doe je het tot de volgende keer en hier achterin staan ook nog videoclips van mij. Maar omdat ik was onregelmatig aan het posten nu, omdat ik met de tuin bezig was. En het ging allemaal wat moeizaam. Maar oh, wat vind ik dat fijn. En precies nu het aan het regenen is, een paar dagen, ben ik helemaal klaar. Alle zaadjes zitten erin. De dingen zijn verpoot, verpot. En plantjes zijn in de grond gezet of in potten gedaan. En oh, ik ben zo blij, ik ben zo blij. En dan nu die regen. Wat verrukkelijk. Hoef ik niet al die zaadjes één voor één langs te gaan. En al die bolletjes van irissen bijvoorbeeld. Ja, nou maar hoop dat het allemaal uit gaat komen. Oh, zo genieten altijd, hè. Zo genieten. Zo leuk om zelf iets in de grond te stoppen in plaats van het kant en klaar te kopen. En dat kan je natuurlijk ook in de grond zetten. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Toch? Twee dingen. Ben je er? Ik wel.